Ik had al gezegd dat het spannend zou worden. Ja, maar het wordt nu echt een voetbalwedstrijd. Hè. Het wordt nu echt, echt een duel hoor. Tussen de staat, de Nederlandse regering, hoe je het ook noemen wil, en de horeca. Eén van de twee zal moeten buigen. Ja, dat is wat er zit aan te komen. En jongens, jongens, dit is nog spannender dan PSV Ajax. Ja, want kijk nou eens even goed. Die Grapperhaus, die heeft nu gezegd, luister eens even goed. Als jullie dinsdag open gaan, dan gaan wij gewoon boetes uitdelen. Nou, oké. Okay. Dus die Grapperhaus die denkt van, ik ga eens eventjes nu al mijn spierballen laten zien. En de horeca, die hebben gezegd, ja, maar wat er ook gebeurt, wij gaan dinsdag open. Hup, die hebben ook al een beetje, hup, die spierballen laten zien. Maar nu is de vraag, wie heeft de grootste spierbal? Dat is het hem. Is het de Nederlandse staat of is het de horeca? Nou, we zitten allemaal op de tribune en we kijken naar deze wedstrijd. Eén ding moet de horeca niet doen. En dat is het volgende. Kijk uit, horeca. Als je niet allemaal tegelijk open gaat dinsdag, dan hebben jullie geen kans. Dan gaan jullie eraan tegen de staat. Want zij gaan natuurlijk heel veel politie en heel veel boa's er allemaal inzetten om jullie te bekeuren. Maar als jullie dat met heel veel doen, dan heeft de staat waarschijnlijk geen kans. Je moet het echt zien als een voetbalwedstrijd. In voetbal gaat het als volgt. Als je niet met z'n allen druk zet op de tegenstander en allemaal voor de bal wil gaan, dan gaat het mis. Als er één of twee niet meedoen, hop, dan valt het hele systeem valt in duigen. Dus dat moet je in de gaten houden en dat moet je onthouden. Het is dus met z'n allen op die bal en druk zetten. Zo niet, dan ben je kansloos. Oké, onthoud dat. En ik ga heel lekker op de tribune zitten om te kijken hoe dit gaat aflopen.